als ik de comments mocht geloven, dan is dat een scout. Wij nemen dat nekje gewoon over, als we hem hebben neergehaald. Zeker weten. Krook zit de geluidjes achter ons, die jij negeerde net. Ze piepen mal, dus... Ik wil hem zo tussenin ingooien. Ja, het is verleidelijk. Oh, die is alweer wild. Waar? Ja, hij deed gewoon een klein sprintje. Looppassie tussendoor. We gaan gewoon weer verder. Niks aan het handje. Maar er loopt nog meer mannen. Nog een roedel. Gaan ze ook tegen elkaar vechten? Ze komen terug. Ze komen terug. Ga een stapje naar achter. Waar komen ze? Ja, dat zie je straks. Hier. Oh ja. Maar daar komt ook een groep. Was het niet dezelfde groep? Nee, die ging die kant op. Een volledige Polonaise hier. Ja, oh. Wat? Oh! Wat doe je? Oh! Wow, rustig! Wegwezen! Of lopen doorheen. Eén van de twee. Ja, denk maar even na. Okay, die is wild, die is weg. Ik weet ook niet hoe ver ik kan gooien. Wegwezen hoor. Oppassen nu. Oké, ik ben dood. Verdomme man. Gaan we het water in? Ons hutje is bijna af. Oh, moet ik gooien? Wacht. Ze piept hem al. Ze piept hem. Piept ze hem? Ja. Oh! Oh, ze gaat voor het valletje. Hey! Nog een stapje naar achter. Hey! Hey, ziet er toch wel goed uit. Oh! Geluiden, rechts van je misschien. Oh! Wegwezen hoor, ik wil gooien hoor. Oh! Oh! Gooi! Ja! Oh! Come on! Slaan! Slaan! Nee! Ja, die is neer. Die is de grond in? Wat? Dat is oneerlijk man! Oké, er komt er nog een. Ik ga nog meer maken. Ik ga een hele collectie maken. We gaan ze allemaal één voor één uitmoorden. Oké, totale collectie. Oh man, zullen we naar ons huis? We kunnen ook gewoon wat Molotov cocktails op onze schildpadden. Oké, het is heel donker. Oh! Oh, dat is een schildpad, die hoort bij ons. Oké. Was het echt een schildpadgeluid, Peter? Oké, oh, nee. Man. Ja, shit, wat gaan we nu doen? We kunnen in het water. Ik ga het water in. De woespoes. Voor het eilandje. Ja, ga voor het eilandje. Ja, Peter, ik wil niet dood. We zijn een poesiepoei. De wat? De poesiepoei. De woesbrigade. Oh, ze hebben ons huis hier. Misschien hebben we iemand te pakken in ons valletje. Kijk, ik hoor ze wel gillen. Of zouden ze elkaar dan helpen? Je hoorde dat gilletje, toch? Ja, ja, ja. Ze zijn helemaal wild. Volgens mij zit er echt iemand in de val dan. Dan gaan we hun vel dragen. Kijk of zij het leuk vinden. Ik denk niet dat ze het leuk vinden, maar... Dat is een beetje het punt. Ze zijn al weg, maar ik wil wel zo'n tukje doen. Ja. Zoals de volgende keer dat ze komen, dan gaan we gewoon echt vechten. Niet langer rennen, puur vechten. Ah! Ah man, ik schrik er weer van. Zat er nou nog een mannetje daar? Is dat een mannetje? Het ziet eruit als een mannetje. Nee, dat is geen mannetje, of wel? Deze man die is... Dat is wel een mannetje. Oh, ze zijn allemaal weer, de kudde kwam alweer. Oké, we hebben ze opgevangen. Voor mij werd er gewoon eentje gevangen. Waar rennen die nou weer heen? We gaan ze gewoon neerhalen, Peter. We gaan het gewoon doen. We gaan het ook doen. Het is tijd. Wow! Dat is gewoon netjes. Oké, er staat nog een groep. Ze hebben al dingetjes geplaatst. Wat is dit? Hebben ze dit geplaatst? Wat gebeurt nou? Zijn is het een val? Zijn ze nou aan tongen? Ja, dat zie ik volgens mij goed. Die zijn aan het... Die zijn volledig aan het tongen! Oh, val. Ze hebben vallen rond ons geplaatst. Oké, we hebben er 2 tekort. Man, dan kunnen we nog niet opslaan. We gaan gewoon wraak nemen. Ja, maar we gaan niet door een val heen lopen. Oh, ze zijn allebei niet in ons val gelopen. Waarom zijn ze zo boos? Ze hebben allemaal dingen... Is nou weer troep voor ons huis! Kijk nou! Wat gebeurt er nou allemaal? We gaan ze gewoon neerhalen, Peter. Ben je gewoon klaar mee? Hier, hou je troep bij, anders krijg je troep van ons. Je pak aan! Die is mis. Wow! Wow! Je hebt hem. Oh, vind je niet leuk, hè? Loop nog er een. Grijp! Die is raak, hoor. Timon. Fuck you, die is dood. Die is dood. Deze gaat ook sterven, let op. Pak zijn schild, jongens! Pak ze! Ook neer. Staat 2-0.
Dus staat zelf ook in de fik of... Nope. Maar dat ziet er goed uit. Ja, inderdaad. Zelf is lekker, neem ik mee naar huis ook. Pak die vleesjes. Wow. Edelstenen. Ik weet niet wat ik heb opgepakt, maar het voelt goed. Er ligt er nog een, hè? Die je net hebt vermoord, hier. Nog mis, Timon! Mis. Oké, hoeveel stokjes moet je nog? Nog één nu. Nou, pak ze. Eren. Ik weet niet waar ze zijn. Ik ook niet. Ik ren gewoon. Niet door je eigen val, niet door hun vallen. Waar zijn hun vallen? Ja, weet je niet. Oh, mijn opfokkende geluid. Daar loopt hij. Wow, is het een beast? Nee, het is gewoon een... Man met een... Hij gaat ervoor. Nekkie. Hij gaat ervoor. De mannek gaat erin! Go! Hey! Nee, langs. Mannek. Misschien gaan we het meemaken. Val in werking. Dit is ongelooflijk. We zijn gewoon gevonden. We gaan ons hutje nooit af kunnen maken. Want ze hebben het allemaal al door. Wat doe je nou? Dat zie je nou met je handen kijken. Ziet het toch goed uit, of niet? Dit is geen val. Oh, loop er maar een keer doorheen dan. Zullen we voor de gein een keer doorheen lopen? Oeh. Dit is geen val. Als het een cadeautje was, vind ik het niet mooi. Ja, maar je moet ook mensen nooit cadeautjes geven die ze in hun huis moeten plaatsen. Want als het niet mooi is, dan voelen ze zich gedwongen. Of dan gaan ze het alleen neerzetten als zij op visite komen of zo. Net wat wij nu doen, we halen het niet weg. Oké, pak die boomstammetjes, maak je hut eindelijk een keer af. Die mannen zijn weg. Ik zie ook niet meer terug. Ze weten wel wanneer ze niet welkom zijn. Oh, oh man, allemaal, een stuk of 500. Afblijven hoor. Oh, geluiden. Oh, ik hoor je voetjes. Zijn het voetjes? Oh! 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 Mis, rak! Je hebt de blok onder controle nu, hè? Wow! Wat doe je? We gaan ze grijpen, we gaan ze pakken, één voor één. Nee, deze val werkt niet. Dat hebben we toch al eerder gezien. De man met het nekkie. Nee, die gaat ons niet pakken, hoor. Meneer Mannek. Oké, ze hebben ons te pakken. Drie mannen staan er tussenin. Ren voor je leven, vlot! Schildpad, jongens, grijp ze! De jongens zijn ook niet... Oh. Nee, ze zijn niet heel snel, dat is een beetje het probleem. Voor de zijn ze wel goed. Dan blijft ze in het water zitten, als ze weer gaan lokken. Oh! Oh! Wat was dat? Was jij dat? Nee, dat was een onderwatergeluidje. Oké, die is uitgeschakeld. Volgende. Kijk hoe lang ze adem kan inhouden. Oh, daar is hij. Die man... Wow, netjes mis. Gewoon hoor! Je gaat het koud krijgen zo in het water, hè? Normaal niet. Ik heb toch een velletje aan nu? Die twee dingen om je arm heen. Je wilt hem ook weer lokken. Ja, nu wil ik hem gewoon aanken ook! Pak dat niet met je hoofd, dat gaat niet lukken. Jawel, die hoofd is sterker. Ja, die gaat werken. Pak je bijl nou maar! Ik ga ze neerhalen hoor! Nee, pak je bijl, dan kun je blokken. Mijn bijl heeft er nooit gewerkt! De mannek gaat je pakken, hij zit nu achter je. De mannek zit achter je. Ik ga gewoon aanvallen. Als zij niet doen, doe ik het, Peter. Ik je aanvallen. Rechtstreeks voor het water te gaan op zijn schildpad. Peter, snap jij het wel? Hij heeft je niet door. Laat hem op, je aanval. Je hebt hem. Sla die man nou een keer. Blokken. Pak die mannek. Pak die mannek. Tik dat nekje door. Kom op. Yes, wat een bijna hoor. Oh, nu is hij weg. Jongens, grijp ze nou, man. Oh, maar je had hem. Ik raakte hem weer. Pak die man. Hij gaat wel met het hoofdje. Ja, hij gaat met het hoofdje veel sterker, man. Hoeveel kan die man hebben? Je kunt hem er niet mee vermoorden, denk ik. We hebben die vrouw. We hebben ze al. Oh, maak je af. Go! Nee, kijk uit. Je bent bijna dood. Oh. Multitasking. Die hebben we. Ja! Het is zeer aantrekkelijk geworden! Wat heb ik gedaan?